Dit is de allereerste tour die we met het orkest doen. We zijn natuurlijk als kleine jongens hier in de zaal geweest om onze eerste concerten te luisteren. En des te leuker om nu samen met het orkest op het podium hier te staan. Dat is een geweldige samenwerking. We hebben twee prachtige concerten gehad in Deventer en in Zwolle. De samenwerking met dirigent Karel de Zeuren is heel fijn. Ja, het was eigenlijk gelijk al vanaf de eerste noot was er al een goede klik. We komen zelf uit Almelo, daar zijn we geboren en getogen. Inmiddels reizen we veel rond, maar het is natuurlijk des te leuker om hier in onze eigen regio weer te gast te zijn. Een Frans werk wat licht en vrolijk is, wat we zeggen altijd veel champagne in zich heeft en daardoor zich ook uitstekend leent voor een nieuwjaarsconcert als vandaag. Nou, het is eigenlijk een hele eigen klankwereld. Hij heeft zich nooit wat aangetrokken van de componisten uit zijn tijd, vooral ook uit het buurland Duitsland. Hij heeft een heel eigen taal. Het tweede deel is eigenlijk bijna Mozart. De eerste mate die ik in het tweede deel solo ga spelen, je hoort gewoon Mozart terug. Ook veel invloeden, ja, misschien wel bijna uit de jazz zou je kunnen zeggen. Er zitten heel veel bepaalde harmonieën in die voorzien zijn van bepaalde ja, blue notes, zoals ze dat altijd zeggen in de jazzmuziek. Dus septieme, nonen, altijd noten die dissonant zijn met tonen die eigenlijk heel gangbaar zijn in de harmonie. En daar speelt Poulenc in dit werk eigenlijk heel veel mee. Het is een werk uit 1932. Het is een van de meest geweldige dubbelconcerten die er voor twee piano's en orkest geschreven zijn. Dit zijn de vleugels van het atelier Chris Manen uit België. En de bijzonderheid van deze vleugels is dat het rechtsnarige vleugels zijn. Normaal gesproken is er een kruissnarig systeem in de vleugel, maar hier liggen de snaren allemaal naast elkaar, zoals eigenlijk ook gebruikelijk was bij de vleugels uit de 18e en de 19e eeuw. En dat zorgt voor een extreem kristalheldere klank. Ook met je pedaalgebruik heb je meer mogelijkheden. En door die rechtsnarigheid kun je ook individuele tonen eigenlijk meer hun richting meegeven dan wanneer je een kruissnarig systeem zou bespelen. De goede voornemens. Nou ja, in ieder geval gezond blijven. Dat lijkt me een uitstekend voornemen. En het liefst zoveel mogelijk met prachtige muziek bezig zijn. Nou, we wensen iedereen natuurlijk alle goeds voor 2019. En voor de mensen die het orkest van het Oosten voor het eerst horen of ook al jaren horen, hopen we dat ze nog vele jaren hier naar de prachtige zalen in Overijssel mogen komen.